Goedenavond, leuk dat je weer kijkt naar een video. Ik ben een beetje moe. Het is een drukke periode, we zitten midden in de verhuizing en het is even tijd voor mijzelf. En daar ga ik heerlijk van genieten in deze video. Eerst wat ik ga doen, is omkleden. Zo, heel eventjes mijn ochtendjas aan. Heeft mezelf wat comfortabeler gemaakt. Mijn haar gaat even achterover. Wat ik vandaag ga doen is namelijk mezelf even verzorgen. Het is aan het eind van de dag, het is avond nu. Ik heb gewerkt, ik heb voor Vos gezorgd, ik heb weer wat dozen ingepakt. En ik ga eventjes lekker alle make-up verwijderen. Maskertje aanbrengen. Lekker een beetje een pamper avondje. Soms heb je dat wel eens nodig. Als eerste doe ik heel eventjes mijn haar dus in een staart. En eventjes zorgen dat mijn haar ook uit de weg is. Ik vind het van dit soort banden altijd heel erg handig. En ik moet altijd mijn bril tussendoor opdoen, jongens. Want jullie weten, ik ben zo blind als een vink. Staat prachtig. Even mijn sieraden af. Even de mouwen van mijn ochtendjas oprollen. Het is de bedoeling dat jullie ook een beetje heel erg relaxed worden van deze video. Net zo goed als dat ik dat word. Ik zet een muziekje aan. En ik steek wat kaarsjes aan. Dit zijn altijd hele kostbare, hele dierbare momenten voor mij. Alles is natuurlijk al zo druk en alles gaat al zo snel. En als ik dan heel eventjes een half uurtje aan mezelf kan besteden in de badkamer, nou, een zegening. Eerst eens even de make-up eraf halen. Dan heb ik er heel de dag erop zitten. En ik begin met het reinigen van mijn gezicht. Dit is een reinigingsborstel, een elektrische reinigingsborstel. Deze is van de Lidl. Het is lekker budget. En daar heb ik een reiniging op gedaan. En dan ga ik heel langzaam mee over mijn gezicht. Dat is eigenlijk het eerste wat ik doe. En je kan elk soort reiniger natuurlijk gebruiken die jij wil. Die natuurlijk past bij jouw huidtype. Ik heb een hele milde gedaan. Ew. Even goed in de hoekjes. Dat is het handige aan dat soort borstels. Komt overal. Daarna mijn gezicht even afspoelen. En dan voornamelijk, waarom doe ik dat? Voornamelijk om even de restjes van mijn huid ook mee te nemen. Maar voornamelijk om ook even mijn oogmake-up alvast wat los te weken. Dan hoef je straks namelijk niet te boenen als je oogmake-up verwijdert. Want je oogmake-up moet je niet met zo'n borstel doen. Dat moet je even apart doen met ook een speciale reiniger namelijk. Ik gebruik hier eentje van Kruidvat, eigen merk. En dat doe ik op een badje. En dan ga ik over mijn gezicht heen. Over mijn ogen. Zachtjes heen en weer. En de een is voor de ene kant en de ander is voor de andere kant. Zorg altijd dat je twee watjes hebt. Dus de linker gebruik je voor de linker oog en de rechter voor de rechter oog. Zo voorkom je ook besmetting als je iets hebt aan je ogen namelijk. Neem mijn wenkbrauwpotlood eraf. En dan als laatste, dat doe ik eigenlijk altijd, is nog wel een doekje over mijn gezicht heen halen. Gewoon even de laatste restjes van de reiniger of wat dan ook ik heb gebruikt om alles van mijn gezicht af te halen. En ik vind het een heel fris gevoel geven, maar dan weet ik zeker, ik heb alles meegenomen. Als het goed is, zit er nog heel weinig op het doekje. Heel klein beetje, dus het is altijd wel goed dat ik dat nog doe. En ik vind het ook gewoon erg lekker. En dan ga ik voor een maskertje. Ik ben dol op de Philosophy dag- en nachtcremes. En die hebben nu een masker, dus die gebruik ik. Dat is heerlijk verkoelend. Maar elk masker dat werkt voor jouw gezicht is eentje die je natuurlijk kan gebruiken. Op dit moment heb ik een relatief droge huid vanwege het feit dat we in de winter zitten. Ik heb ook echt andere verzorging nodig in de winter dan in de zomer. Ik zie nu dat het masker bijna in mijn neus zit. Zorg ook dat je bij welk masker dan ook altijd om je ooggedeelte heen gaat. En dat je niet de huid rond je ogen meepakt. Hij is doorzichtig, dus deze keer zie ik er niet uit als een clowntje. En daarna zet ik zoals altijd wel gewoon mijn bril op. Want ja, nogmaals, ik ben zo blind als een vink zonder. En dan ga ik door naar de verzorging van mijn lijf. En dat doe ik met Sebamed. Dat is een merk dat je wellicht wel kent. Ik heb het vorig jaar leren kennen. Het is een merk voor de extreem droge huid. En dat die van mij kan op dit moment wel echt wat verzorging gebruiken. Er zit urea in. Urea bevordert de opname van water door huid. Waardoor ze deze meer gevoed wordt en gehydrateerd blijft.
Schilfers en droogtespoortjes verdwijnen hierdoor ook sneller. Dit zijn twee nieuwe producten van Sebamed. De een bevat 5% urea en de ander 10% urea. En ik gebruik de 5% urea op dit moment op mijn bovenlijf. En dat werk ik heel erg zachtjes overal in. Voornamelijk ook bij mijn ellebogen, want die zijn ontzettend droog. Zo heb ik het merk ook leren kennen vorig jaar. Ik kocht het toen Boris zei dat hij een hele trekkerige, droge huid had. En toen heb ik dit aangeschaft en hij gebruikte het dus op zijn droge knieën en op zijn droge ellebogen. En toen Vos droge voetjes had, heb ik het daarvoor ook gebruikt. Dus het is voor iedereen geschikt. Vrouw, kind, man. Sebamed kan je trouwens kopen bij de Ethos. De 5% urea versie kost €7,99 en de 10% urea versie kost €8,49. Deze lotions zijn samengesteld uit natuurlijke ingrediënten en bevatten dus geen kleurstoffen of minerale oliën. 10% urea is voornamelijk voor de extreem droge huid, zodat deze meer gevoed wordt. Deze variant is ook geschikt voor mensen met eczeem of psoriasis. Dan ga ik door. Dan ga ik het masker wat op mijn gezicht nog zit en uiteindelijk nu gedroogd is, zo'n 10 minuutjes laat ik dat vaak zitten, haal ik nu van mijn gezicht af. Dat doe ik met lauw warm water. En in de tussentijd kan de Sebamed lotion lekker intrekken. Daarna doe ik altijd nog wel heel even met een watje, met een beetje lauw warm water op het watje, even de laatste restjes weghalen, want dan weet je zeker dat het hele masker van je gezicht af is. Ik vind dat dus echt een heerlijk gevoel. Mijn huid na een maskertje. Oh, genieten. Sowieso vind ik dit gewoon echt even een heerlijk me-time moment. Het insmeren van mijn lijf is wel iets wat ik dagelijks doe. Dat vind ik ook wel heel erg belangrijk en dat heeft mijn lijf ook echt wel nodig. Dat heeft mijn huid nodig. Zo'n hele uitgebreide pampersessie als dat ik nu de hele video doe, dat doe ik eigenlijk te weinig. Ik gebruik nu een serum. Een serum kan je van allerlei merken kopen, van Babour of The Body Shop. Een serum doe ik eigenlijk aanbrengen voordat ik mijn nachtcreme of dagcreme aanbreng. En dan zorg ik ook even dat dat heel goed kan intrekken voordat ik dus overga tot die crème. Vooral ampullen zorgen voor een enorme boost voor je huid. En ik werk het ook altijd helemaal naar beneden toe. Naar mijn nek, naar mijn décolleté. En dan ga ik dus eventjes weer mijn haar fatsoeneren. Even de hoofdband af. En mijn haar eventjes in een fatsoenlijke staart. En de hoop dat het morgenochtend een beetje normaal zit, zodat ik mijn haar niet hoef te wassen. En anders springen we morgenochtend gewoon weer onder de douche. Zo, klaar. Ik heb de kaarsjes even meegenomen naar de slaapkamer. En even mijn boek van dit moment erbij gepakt. En nog even de Sebamed lotion met 10% urea meegenomen. Want dat ga ik namelijk op mijn benen verwerken. Sebamed lotion, deze twee producten zijn ook geschikt voor mensen met een milde huid. Het is echt niet zo dat je extreem droge huid moet hebben om dit te gebruiken. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Dus het is alleen maar beter als je dit soort rijke producten gebruikt. Ik gebruik nu de 10% urea omdat mijn benen echt enorm droog zijn. Zeker als we naar de winter toe gaan. Vanaf september heb ik dat altijd. Dan zijn ze ook echt jeukerig en ook wel echt een beetje schilverig. En dat voelt ook gewoon niet prettig aan. En wees ook maar niet bang, ondanks dat het een rijke lotion is. Het is geen vette crème, maar een rijke lotion. Trekt het wel erg snel in. Dus na een minuut of 10 kan je gewoon je broek aandoen. Of zoals ik straks onder de lakens kruipen. Ik neem het er even van met pushen. Je komt altijd bij mij liggen waar ik ook ben. Heerlijk even een moment voor mezelf. Ik doe dat echt te weinig. Kusje erbij? Mijn lieverd is het ook. Mijn beestje. Ik ben helemaal ontspannen. Helemaal relaxed. Ik heb dit soort momenten ook echt wel eventjes nodig. Ik hoop ook dat jij een beetje ontspannen bent geworden van mijn video. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. En tot de volgende keer.